Hallo, mijn naam is Ben Kuiken. Ik ben bezig met een serie Nieuw organiseren voorbij de hype. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Semco, het wereldberoemde Braziliaanse bedrijf van Ricardo Semler. Meneer Semler die reist de hele wereld over om te vertellen over dat bedrijf en hoe succesvol dat wel niet is. En zijn verhaal komt er eigenlijk op neer dat hij zegt dat hij miljonair is geworden door zijn medewerkers de ruimte en de vrijheid te geven om zelf te bepalen hoe ze hun werk doen, wanneer ze hun werk doen en zelfs welk salaris ze daarvoor ontvangen. Nou wil ik geen spelbreker zijn, maar in 2009 ben ik naar Brazilië gereisd, niet om met meneer Semler te gaan praten, zoals de meeste journalisten doen, maar om zelf te gaan kijken bij die bedrijven. En wat ik daar aantrof, viel me eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Ik zag een bedrijf van nog geen 100 man, 100 medewerkers. En dat bedrijf had gewoon managers, zoals heel veel bedrijven. En bovendien mochten de medewerkers ook niet zelf hun salaris meer bepalen. De grote vraag is natuurlijk, wat betekent dat voor het voorbeeld Semco? Kunnen we dat dan niet meer gebruiken als inspiratiebron voor nieuw organiseren, voor nieuwe manieren van organiseren? Of zijn de ideeën die erin zitten nog steeds waardevol? Nou, daar gaan we het over hebben op 24 mei tijdens de bijeenkomst Nieuw organiseren voorbij de hype. En ik hoop dat je erbij bent. Tot dan.